Europa is een van de grote prioriteiten in de komende tijd, de energietransitie. Dat is echt een onderwerp waar Europa haar tanden in moet gaan zetten, in een veel groter tempo dan nu. Elektrisch rijden is daar een onderdeel van. We moeten af van het verbruik van fossiele brandstoffen, dus ook van diesel en benzine. Wat ChristenUnie SGP betreft is dus inzet op die energietransitie echt een prioriteit. De vraag is wel, welke rol moet Europa daarbij pakken? Dat kan soms zijn door nieuwe regels te stellen, door te standaardiseren. En juist soms door te verleiden of uit te lokken en innovatie aan te jagen in een bepaald gebied. Ik vermoed dat daar nog wel wat verschil van mening over zal zijn, welke rol Europa precies moet pakken. Ik denk dat het sowieso heel belangrijk is dat Europa zich echt inspant om te zorgen voor een hele goede Europese infrastructuur op het gebied van laadmogelijkheden. Dat gaat ook echt enorm helpen om mensen over de drempel te krijgen om elektrisch te gaan rijden. Dus daarin zal Europa een stimulerende rol moeten spelen. Ik denk ook op het gebied van standaardisatie van technologie. Zeker bij de grote energietransitie komen heel veel vraagstukken aan bod. Het gebruik van het net en het toenemende gebruik van het net is daar één van. Dus smart charging en de rol die eventueel ook elektrische auto's daarbij kunnen spelen, moeten daar wat mij betreft ook onderdeel van uitmaken. Regelmatig als ik in de trein zit. Een jaar geleden moest ik een nieuwe auto kopen. Ik ben toen echt uit geweest op een elektrische auto, tweedehands. Uiteindelijk is dat gewoon niet gelukt. Het was te duur nog. Dus ik heb nu wel heel erg gelet op wat voor uitstoot die heeft. Maar ik zou heel graag overstappen naar elektrisch. Maar dan moet het ook voor mij betaalbaar zijn.